Chef Geluk. Is er iemand bij jou op het werk die de trofee van Chef Geluk verdient omdat hij of zij je job een pak aangenamer maakt? Je steun en toeverlaat misschien is. Ofwel de collega die je heel hard doet lachen, want humor op het werk, dat is ook belangrijk natuurlijk. Elke reden is goed. Je kan ze sturen via de Joe-app of 6622 als er voor jou ook zo iemand is. Kim Gille, die heeft dat ook gedaan. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Waar werk je en wat doe je daar? Bij Atos en ik ben management assistant. Uh-huh. En wat voor een bedrijf is Atos? Want er zijn verschillende Atossen, denk ik. Ja, het is niet de bankcontact. Nee. Wij zijn niet de schuldigen van de bankcontact die soms niet werkt. Nee, wij zijn een IT-bedrijf. Ja, en blijkbaar is het er de laatste maanden heel erg druk geweest. Hoe kwam dat? Ja, er zijn een aantal collega's weggevallen. En dan moet iedereen wat tandje bijsteken, hè. Tuurlijk. En wie wil jij in de bloemetjes zetten die dat ook doet, een tandje bijsteken? Onze manager Koen Martelee. Dat is dus eigenlijk jouw rechtstreekse baas? Ongeveer, ja. Eén van. Ik heb meerdere bazen, maar Koen is eigenlijk in zijn rechterhand. Zijn linkerhand eigenlijk, want ik zit links van hem. En wat maakt hem zo'n geweldige baas, Kim? Wel, Koen, die is constant aanwezig. Hè. Die werkt dag en nacht, weekend door, week of niet. Die komt gewoon. Verlof, dat kent hij niet. Hij werkt gewoon door. Altijd. Oké, ik ga de luisteraars eens introduceren aan Koen. Dag Koen. Ja. Goedemorgen, Koen. Goedemorgen. Als ik het goed begrijp, ben jij zo'n beetje de redder in nood daar bij Atos in Zaventem? Dat hoor ik, ja. Beetje verrast. Ja, er zijn een aantal collega's weggevallen. Ik hoorde ook door ziekte. Maar hoe zit het met jouw energie ondertussen? Die is nog altijd op en top. Ja? Dus ik voed nog altijd mijn hobby uit. Is het je hobby, je werk? Dat is mijn hobby, ja. Maar ik hoor van Kim dat je daar echt wel ook in het weekend zit. Dat jij overuren klopt. Je moet af en toe ook ontspannen, hè, Koen? Ik heb geen probleem om een uurtje meer te doen. Oké, en het wordt blijkbaar heel erg geapprecieerd. Heeft dat ook humor, Kim? Zeker en vast. We kunnen goed lachen, zelfs met alle collega's hier. Het is echt plezant om naar hier te komen, zeker weten. Ja, dat is het schoonste compliment dat je kan krijgen, denk ik, Koen. Ja, dat is zo. Ik vind het belangrijk dat er fun is op de werkvloer. Voilà. Is er nog iets dat jij aan je medewerkers en aan Kim wil zeggen, Koen? Ik zou zeggen, het is ook dankzij hen dat het allemaal plezier is hier op de werkvloer. Dus zij geven ook een tandje bij als het nodig is. Dus ze zijn ook flexibel. Dus dat apprecieer ik wel heel hard. Oké, het is daar duidelijk een hele goede sfeer. Fijne binnen daar bij Atos. De trofee die komt naar jullie. Geef hem dan maar een mooie plek daar in het bedrijf, hè, Koen. Komt hij op je bureau terecht? Ja, die zal zeker hier op een plaats staan binnen het team. Die is van iedereen eigenlijk. Ja. Kim zit aan je linkerhand, dus zet hem daar zo ongeveer, hè? Ergens. Ja. Gaan we doen. Oké, nog heel veel succes daar. Af en toe toch ook eens een beetje ontspannen. En bedankt, hè. Jij bent de nieuwe Chef Geluk van deze week, Koen. Dank je wel. Ja, bye-bye. Fijne week. Dank je. Bye-bye. Bye. Joe. Alexandra werkt.